Hoe groot is de opluchting na die 4-2? Ja, heel groot. Ik denk dat we hier als team al wel op zaten te wachten op een overwinning in 2020. En al helemaal tegen ook een concurrent voor lijstbehoud. Als je dan gewoon 3 punten pakt, is heerlijk. Ja, het is een concurrent, het is de eerste in 2020. Het is ook voor jou je eerste goal. Yes. Was dat een ontlading voor je? Ja, zeker. Ik bedoel, je wilt natuurlijk belangrijk zijn voor het team. En op zich, ik merk wel op training gaat het best aardig. Dus, maar dan heb je ook wel zoiets van... Ja, dan wil je ook wel een keer dat eruit komt in de wedstrijden, zeg maar. En dan de eerste 3 wedstrijden, ja, ben ik niet tot scoren of niet tot een assist gekomen. Dus dan is dat nu wel lekker dat je dat in de tweede thuiswedstrijd wel kan doen. En je hebt er wel een paar keer dichtbij gezeten. De lat tegen Fortuna, ja. De voet van Drommel, vandaag weer de lat. Ja. Begon je zoiets te denken van, het zit maar niet mee? Ja, ik zeg je eerlijk, toen ik er vandaag op de lat schoot, toen dacht ik wel echt van, wauw. Ik heb wel echt pech gewoon of zo. Ik weet niet, me wordt hem gewoon niet gegund of zo. Maar ik weet niet, ik dacht daarna toch gewoon van, ja, gewoon doorgaan. En we speelden gewoon goed. Dus was genoeg reden tot meer kansen. En dan uiteindelijk was het moment daar wel. En toen zat hij er wel in. Dus ja, heerlijk. Het leek wel een beetje alsof je naar de eerste 20 minuten van Sparta Fortuna aan het kijken was. Met inderdaad een vroeg schot van jou op de lat. Ja. Sparta dat aardig speelt, maar wel die 0-1 tegenkrijgt. Ja. Toen duurde het heel lang voor die 1-1 viel. Was je daar nu ook bang voor? Ja, ik moet wel zeggen van toen hun die 1-0 best snel scoorde, dat ik wel zoiets had van... Ja, ik bedoel, we begonnen best lekker en dan denk je toch weer van, oké, daar gaan we weer of zo. En iedereen weet denk ik wat voor een belangrijke wedstrijd dit was. Dus heerlijk dat je dan uiteindelijk eigenlijk nog zo snel al in de eerste helft kan omdraaien naar 3-1. Dan wordt het eigenlijk nog spannend. Heb je nog getwijfeld of het wel zou lukken die 3-1 over de streep, of de 3-2 inmiddels over de streep te trekken? Ik moet zeggen dat ik ook wel, natuurlijk ook wat twijfels had in het veld. Maar ja, ik bedoel, je hebt daar ook weer niet zo heel veel aan als je speelt. Dus het is gewoon strijden dan als team en gewoon alles geven. En meer kan je ook niet doen. En je weet het niet. Ik bedoel, het kan ook net zo goed zijn dat een bal een keer terugvalt. En dat één iemand hem van 30 meter stijf in de kruising schiet. Ja, dat kan gebeuren in voetbal. Maar nu gelukkig... waren hun ook weer niet van zo'n goede kwaliteit in de eindfase dat hun nog die 3-3 scoorden. Joël Pirou viel in, kwam naast jou te spelen, viel in voor Ragnar Ache. Er waren gelijk een aantal leuke combinaties te zien tussen jullie twee. Jullie kennen elkaar al langer volgens mij, allebei uit Nijmegen. Is daar een goede connectie? Ik moet zeggen, op zich, ik heb nog nooit eerder met Joël gespeeld. Maar ik ken hem natuurlijk wel al, maar ook weer niet zeg maar supergoed of zo. Ik bedoel, het is meer van in het verleden van als ik me gewoon zie of zo, dan is het gewoon van, yo, dit en dat, alles goed, bla bla, hoe gaat het? Maar niet echt of zo dat ik met hem afspreek. Maar ik moet zeggen, nu dat ik hier gewoon bij Sparta zit, kan ik het heel goed met Joël vinden. Gewoon ook buiten het veld. En ik denk dat dat ook wel zijn werking heeft in het veld. Dat je, ja, als je op het moment dat je een goede band hebt buiten het veld, dat ook ja, gewoon wel effect heeft in het veld, ja. Nu is het gat richting directe degradatie is groot naar 10 punten. Is dat lekker, dat eigenlijk ja, redelijk ver uitzicht is op het moment? Ja, zeker, zeker. Ik bedoel, dat is uiteindelijk toch wel gewoon doel, gewoon lijstbehoud. Dus hoe eerder je dat kan veiligstellen, des te beter. Dus daar gaan we gewoon voor om dat zo snel mogelijk te doen als team. Dus dat je nu gewoon 3 punten vandaag pakt, is top.